Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe week vlog. Het is vandaag maandag en wat gaan we doen? We hebben net lekker gegeten bij Blauw. Want met de feestcommissie, want we hebben twee weken terug hebben een eigen huisfeestje georganiseerd en we hebben lekker de winst gemaakt. Dat hebben we even goed gespendeerd op een lekker maaltijdje. We hebben lekker truffelrisotto gegeten, wijntjes gedronken. Ja. Heerlijk genoten. Perfecte maandag. Goed begin van de week. Ja. Hele goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. Ik ben onderweg naar kantoor, maar voordat ik bij kantoor aankom, moet ik eerst even taart halen. Ik heb namelijk een weddenschap verloren, helaas. Dus ik moet tijdens een lunch iedereen op een lekker taartje trakteren. Waar ik me vandaag mee bezig hou, is vooral marketing. Maar daarnaast doe ik ook Skype gesprekken. En zijn we een beetje in de afrondende fase met een aantal studenten. De februari lichting gaat er namelijk al heel erg snel opschieten. Dus voor je het weet, dan zijn ze hier op het eiland. En er moet natuurlijk wel alles geregeld zijn qua huisvesting en vervoer. Dus daar zijn we een heel schema voor aan het maken. En zorgen dat eigenlijk allemaal rond is. Dus het wordt vast weer een lekkere drukke dag vandaag. Het is vandaag vrijdag. Ik heb de afgelopen twee dagen even niks gefilmd. Dat komt omdat ik gewoon heel druk bezig was met school en ik me daar echt gewoon even op wilde focussen. Vandaag is het tijd voor wat ontspanning. Er staat namelijk iets heel leuks op de planning. Ik ben samen met Jet en Jill wat huisgenoten uitgenodigd door Pablo van Iguana Rides. En Pablo die verzorgt e-scooter tours door Willemstad. En tijdens deze tour neemt hij eigenlijk mee door de verschillende wijken. Vertelt hij wat over de geschiedenis, over bepaalde muurschilderingen en... Ja, ik ben heel erg benieuwd hoe we dat gaan beleven. We gaan jullie meenemen en wat de filmpjes laten zien van wat de tour inhoudt. En ja, ik denk dat het een hele leuke ochtend wordt. Nou, we zijn halverwege met de e-scooter tour. Vinden we ervan, meiden? Heel leuk. Is leuk, hè? Lekker ja. Echt top. Ik krijg allemaal informatie ook over Willemstad. Dus dan weten we daar ook weer allemaal leuke dingen van. En we hebben een hele goede gids, Pablo. Yay! Vandaag hebben Jette, ik, Demi en Verdouw een wat actievere zaterdag. We gaan eerst naar de aloe vera plantage en daarna naar de struisvogelboerderij om te kijken wat daar te beleven valt. Nou, we zijn aangekomen bij de aloe vera plantage. Er is niet heel veel anders dan aloe vera planten. Ik weet ook niet wat we anders verwacht hadden. Misschien een tour of zo, maar dat is er dus blijkbaar niet. Je moet er gewoon zelf doorheen lopen. Dus we zijn een beetje plantjes aan het kijken vandaag. We zijn nu bij de struisvogelboerderij. Het is echt super leuk, toch? Echt? Dit vind ik echt leuk. Die aloe vera plantage viel een beetje tegen. Ja, er was niet zoveel, maar dit is echt wel dit een. Dit is echt super leuk. Een tour. Je zit in zo'n karretje, noem je dat? Ja. Een soort. Ja, het is eigenlijk een beetje een soort Afrika safari. Een schoolreisachtig dingetje. Ja. We zijn hier, jongens! Hallo allemaal, lieve kijkertjes. Wij zijn vandaag op de zondag bij Jette Brokka. We zijn nu op het natuurpark. En we lopen nu naar de eerste stop. We hebben onze tourguide Thomas bij ons. Die loopt al, hij loopt al ver voorop. Hij is met de meiden vandaag. Ja. Ik zal even de omgeving laten zien. Ik ben benieuwd.
Ja, we zijn vandaag bij de Seta Boca Park, National Park. Erg leuk. We zijn op dit moment bij de Boca Table. Deze noemt ook wel de grotten van National Park hier. En meer informatie heb ik nog niet gekregen, helaas. Dit was mijn vlog weer voor deze week. Volgende week is Jette er weer. En dankjewel voor het kijken. Doei!